In Sint-Oederode wordt momenteel hard gewerkt aan de Dommel. De rivier moet op enkele plekken verbreed worden tot 25 meter. Dit om wateroverlast te voorkomen bij extreem weer. Daarnaast is Waterschap de Dommel druk bezig om ervoor te zorgen dat het water in de rivier zuiver wordt en blijft. Eigenlijk loopt ons project vanaf de A50, vanaf de oostelijke randweg, tot aan de rioolwaterzuivering. Bij de oostelijke randweg wordt de Dode Dommel, daarbij de Knoptoren, wordt aangetakt. Er komt een open verbinding. Ook voor de doorstroming van het water. In de zomer, we hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden die Dode Dommel al gebaggerd. We hebben het slipper uitgeschept. Dus hij is nu al een stuk zuiverder. En straks komt daar continu doorstroming van vers water. Zodat in de zomer, als er wat minder water is, dat er niet zoveel stank is. De Dommel zoals hij nu is, wordt hier vanaf de Oda-school, zeg maar, tot aan Arend, wordt hij 25 meter breder. Dat betekent eigenlijk de stroomgeul van de Dommel zoals hij nu stroomt, dat wordt een beetje smaller. En dan komt er een winterbed of een soort van uiterwaarde komt daar langs. Dus als er dan heel veel water is, net als afgelopen december, en ja goed, daarna is er ook nog heel veel water geweest, dan heeft het water eigenlijk de ruimte om daar te stromen, zonder dat het eigenlijk overlast in de bebouwde kom veroorzaakt. We nemen ook wat dingen voor de gemeente mee, het verbreden van het Katelijnenpad, extra parkeerplaatsen hier bij de Nul om het centrum autoluw te maken. Dus ja, er zitten echt wel heel veel afstemmingsmomenten met de gemeente bij. Uiteindelijk moet die overspanning van 25 meter overbrugd worden. Die worden om de beurt afgesloten. Nou, waarschijnlijk na de bouwvakvakantie vanaf 12 augustus worden waarschijnlijk de Nulbrug en de Zwembadbrug hier afgesloten. Die gaan ze ongeveer tegelijk uitvoeren. De Nulbrug zoals die nu is, ja, die ligt er nog niet zo heel lang. Die wordt eigenlijk verlengd. Er komt een brug aan vast. De Philippusbrug, dat is een verkeersbrug. De brug zoals die nu ligt, blijft ook liggen en er komt ook een verlenging aan. En de Katelijnenbrug bij de Hoge Vonder en hier de Zwembadbrug, daar worden composietbruggen. Die worden ongeveer hetzelfde. En die worden eigenlijk in zijn geheel gefabriceerd en dan hier neergelegd als de tijd ervoor rijp is, zeg maar. En ik snap ook dat de Nulbrug en de Zwembadbrug tegelijk eruit gaan is niet ideaal. Maar ja, de aannemer moet echt op tijd het werk zoveel mogelijk klaar hebben aan de bruggen en aan het winterbed of de uiterwaarden. Omdat we te maken hebben met subsidies vanuit Europa. En dan moeten we eind december moeten we eigenlijk zoveel als mogelijk de bruggen en de uiterwaarden klaar hebben. Om die subsidie te kunnen krijgen. En we hebben ook nog te maken met Enexis Brabant Water voor het verleggen van kabels en leidingen. Dus dat moet ook tussendoor nog ertussenin gefietst worden. En iedereen weet hoe druk Enexis het heeft. Dus dat is best een puzzel om de planning passend te krijgen, zeg maar. Eigenlijk is alles berekend op een situatie die statistisch gezien 1 keer in 100 jaar voorkomt. Nou ja, we hebben natuurlijk best wel een hele natte winter / zomer gehad. Maar er zijn altijd nog extreme variaties in. Dus 100% garantie kunnen we nooit geven. Maar in principe gaan wij ervan uit dat wij de eerste, ja, zeg 50 jaar klaar zijn. Dus en dan ja, het winterbed graven en de bruggen verwacht ik eind dit jaar voor een heel groot gedeelte klaar. Dus dan zou ik denken van dan zitten mensen aardig droog.